Vorig seizoen werd het 2 keer over gelijk tussen Kozakke Boys en AFC. Thijssen, de nieuweling aan de kant van AFC, gaat door op doelman Arends. Dit is Jordi Thijssen. Leefde in onmin bij de Quick Boys met Dirk Kuyt. En dan kun je beter maar vertrekken ook. En nu dus samen met zijn broer overgekomen. Problemen dus voor Arends. Hij moet er vroegtijdig af. Raakt geblesseerd dus bij die actie. Invallen doelman Niels den Hartog. Landvreugd, de nieuwe trainer bij AFC, de opvolger van Wetzel. Het balbezit voor Kozakke Boys. Stout, die kennen we nog. Stout met de voorzet, El Asuti. Ja, die kennen we natuurlijk ook nog van vorig seizoen. Mendes Moreira weg, de trainer Buis weg. Everton Pires Tavares weg. Kortom, veel nieuwe gezichten bij Kozakke Boys. De beste kans tot dusver voor de thuisploeg. Ignacio. Jacoba terug op den Hartog. Ja, dit gaat maar net goed. Balbezit blijft voor AFC. Maar ja, problemen bij den Hartog. Want wat gebeurde er precies? Hij kwam in botsing met Belarbi. Met hem dus. En ook de tweede doelman ligt daar op de grond. Dit gebeurde er. Ja. Met het noppen tegen de knie van den Hartog. En dus den Hartog er ook af. En dan heb je een probleem als trainer zijnde. Jasper de Muynck, de opvolger van Danny Buis, kiest er dan voor om deze Sven van Ingen in het dagelijks leven verdediger op te stellen als derde doelman. Dit is Stout. En Zonneveld. Met de reactie op de inzet van deze Stout, de aanvoerder nog steeds bij Kozakke Boys. Richard met een goede bal. Ignacio, uitgerekend hij. Vorig seizoen begon hij bij Kozakke Boys. In de winterstop moest hij weg. En nu scoort hij voor AFC in Werkendam. Richard met een goede voorzet. En Ignacio. En Van Ingen natuurlijk kansloos. Wat een fantastische goal zo vlak voor rust. En dus moet Kozakke Boys in de achtervolging. Ruimte voor Stout. Stout en Zonneveld. Goede reactie van de doelman ten koste van een hoekschop. Vorig seizoen ging het mis in de openingswedstrijd tegen IJsselmeervogels. Die werd verloren met 1-0. Toen had de ploeg ook de beste kansen. En na die wedstrijd maakte Buis bekend dat hij ging vertrekken na dit seizoen. Ignacio en Van Ingen. Fantastische reflex. Van de invaller doelman op de inzet van deze Ignacio in de slotfase. De voorzet van Grootfaam en Ignacio en Van Ingen bewijst dat hij een goede derde doelman is. De slotfase. Stout. Kan Kozakke Boys nog langzij komen? Misschien nu? Nee, ook deze mogelijkheid gaat voorbij aan de ploeg van de Muynck. En zo verliest Kozakke Boys thuis met 1-0 van AFC. En dus 3 punten voor de debuterende Landvreugd.